Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met cards en we gaan dit keer met de Japanse base. Laten we beginnen. Ik heb er zin in. Zaterdag ga ik op vakantie. Ik hoop dat ik nog een paar leuke video's kan maken voor in de vakantie, zodat jullie niet vervelen. Maar ja, we moeten allemaal kijken hoe het uitkomt. Ik vind deze allemaal wel prima. En ik mag beginnen en ik ga deze gelijk even inzetten. En dan de turn. Gain one extra credit slot. Oh. Fury. Wat is Fury? Units with Fury attack twice each to gain attack. Oké. Okay. Laten we deze neerzetten. Enter. Deze nog steeds tegen de computer. Dus. Oh nee, ze hebben een howitzer. Oh nee, dat is niet goed. Zet deze erop af. Dan kunnen we het wel. Oh ja, hoor. Toen moest ik deze eigenlijk erop afzetten. Maar ik wil eigenlijk nog even deze neerzetten. Enter. Oh nee, ze hebben de vliegtuigen, die gaan ze zeker gooien op die. Niet, ze gooien die op die. Oké. Okay. Laten we deze zetten. Nou, we kunnen deze neerzetten. Ja, kan, maar we moeten ook. Deze. Die attack, deze heeft. Both dead. Of die. Laten we deze aanvallen, want die gaat echt vervelend worden. En plus deze is ook nog dood geraakt. Helemaal prima joh. Ja, dat dacht ik al. Daar gaat mijn tank. En zet ze ook nog deze in. Draw cards when the 7 round. Guess a tank or infantry plus 1. Oef. We kunnen deze neerzetten. We kunnen ook deze neerzetten. En dan kunnen we die hier neerleggen. Of we gaan. We kunnen sowieso attacken. En dan attacken we die dingen. Ga op de HQ af. En wat gaan zij nu doen? Ik ben 1 access credit slot. Oh nee. Nu lopen ze. Destroy the running. Oh nee. Ah, daar gaat onze tank. Onze goede tank. En we kunnen die op een van die aanvallen. We kunnen ook deze. Wacht, wat is nou dit doen? Oh, dat hebben we bijna. Zo, en dan zetten we deze daar neer. Oh, wacht. En dan hebben we gewoon gewonnen. We hebben gewonnen. Victory. Yes. We hebben een nieuwe kaart gekregen. Destroy an enemy unit that has 3 or less attack. Nice. Gaan we de volgende doen. Kijk al, dat is een Japansje. Met een mooie, met een katana's. Kijk, hier staat ook van een katana. Daar staat een granaatje. De Amerikaanse appelgranaat. De Japanse granaat. Oké, dat is een hele aparte. Dan moeten zij beginnen. En ze zetten die. Oh, we kunnen de 615 Cavalry Regiment. Nice. Dan gaan we die ook gelijk in de frontline zetten. En dan heb ik de turn. Oh nee, ze hebben een granaatje, man. En ze hebben nog een Greyhound. Zetten we deze erin. Kunnen we die op een van hun afgooien.
Of we kunnen op HQ afgaan. We gaan op HQ af. Altijd op HQ. Altijd. En daar gaat hij. Dan gooien ze in de tank. Oh, en dan... Oh. En deze. Oh. Oh, ja, doe maar. Twee tank, dan gaan we die op die tank neerzetten. Gaat hij wel dood? Of niet? Kom. Ja, nu is hij wel dood. Die gaan we niet doen. En turn. Oh nee. Oef, ja. We hebben... We kunnen deze neerzetten. En zetten we een vliegtuig neer. Hij is 2% on your turn if the enemy controls no air units. Oh, dat was heel slim. Oh, die kunnen ook gelijk aanvallen. Nou, prima. Oké. En die is weer omhoog. Zo. En... Kunnen we daar nu zetten? Kunnen we... Laten we die daar nu zetten. Gaan we gewoon... Mooi op de HQ af. Give a tank or infantry plus 1-1. Oh, jammer. Ah. Oef, die hebben we maar 1-2. En die gaat niet aanvallen. Nou, zetten we deze neer. Daar gaan we op die af. Kunnen we die daar doen? Is prima. En we hebben gewonnen. We hebben gewonnen alweer, jongen. Guys, dan zullen we nog één potje en dan eindig ik de video, want ik ben een beetje moe. Het is ook een beetje laat als ik deze video opneem. Oké, en ik ben van plan om elke week een Wolfenstein en een FNAF te doen. En dat ook op een specifieke dag. Dus zondag dan een FNAF video. En dan denk ik op donderdag of zo een Wolfenstein video. Wolfenstein die op blad. Want als ik die uitspeel, kan ik eindelijk Wolfenstein de nieuwe orde voor het eerst spelen. Zo. En ik vind deze kaart ook prima. En dan, krijg ik ook, mag ook gelijk iets doen. Laten we deze nu zetten. En dan kunnen we gelijk in de frontline zetten. Nee, laten we die nog even terughalen. En ze hebben de Moord Battalion. Dus niet een. When the 38th battalion attacks, deal 1 damage to a random enemy at the same, in the same front. Huh. Nou, doen we nog eentje. Doen we een... gaan we weer de turn en ik weet, kan ik die aanzetten. Maar ik wil nog even, eerst even alles opbouwen. Echt! Oh nee. En die ga ik zetten. We kunnen iedereen nu gewoon in de, we gaan zetten gewoon alles in de frontline. Zo, hoppatee. En turn. Dan gaan zij het moeilijk krijgen. Hier dan, die gaat. Ai. Zo. Zo. Iedereen is dood. Jemig. We zetten even daar neer. De Mito Regiment. Destruction deal 2 damage to the HQ. Oeh, die is heel eerlijk. Hij is uit de frontline. Lassen we deze aanvallen? Deze heeft 2 attack 3. Trouwens, degene omhoog is attack, degene omlaag is defense. Of HP. We kunnen die daar aanvallen. Deal 2 damage to the HQ. As stupid. And friendly and victory as of the tank. Dan kunnen we die nu daar aanvallen.
day and I don't die. End turn. Ice. Ja, die gaan op de HQ af met drie. Ja, ik ken één extra credit slot. Oef. Attack, store attack on your turn. Die. Gaan we alles op die afzetten. Ja, deze kunnen we sowieso doen. We gaan ook gelijk die. Ik vind het een beetje... Ja, ik wil er niet op opgeven. Money. Destroy a random unit. Ah nee. Yikes. Ja, dat is naar... die. Destroy the enemy unit that does 3 or less attack. Ja, doe maar die. Op attack. Dan is die kapot. We hebben nu alleen maar air units. Oh. Oef. Nou, die gaat ook nog 2. Wat is dit? Even 300. Het is gewoon 2 normale kaarten. Alleen die zijn wat pittig sterk. Zetten we alles in. Dan gaan we even met de HQ met de toestaan. En turn. Ja. Oké. Als we deze nu daar niet zetten. Of daar. Weet. Die pakken we daar. En dan pakken we die daar. Dan hebben we gewonnen. Nou, dat zijn wel veel vliegende aanvallen. Nou, ik ben de vliegtuig echt bedankbaar. Nice. Oef, zo meteen krijgen we... We hebben Air Blitz. Deal 3 damage to the target HQ. Oef. Nou, we zijn met level 3. Beëindig ik deze video. En dan zie ik jullie in een volgende video. Vergeet niet te liken, abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Volg me trouwens ook op Twitch. Twitch kanaalnaam is Coole Koelkast Games 2. Want Koelkast Games kon niet. Nou, dan zie ik jullie in de volgende video. Later!